zijn ondernemers die investeren, terug ambitie tonen en jobs creëren. Jobs, jobs, jobs. En ja, dat is een heel goede zaak. De positieve investeringsgolf in Limburg houdt aan. Uit onze bevraging blijkt dat 7 op de 10 ondernemingen eigenlijk van plan zijn de komende maanden verder te investeren. Dat is in infrastructuur, gebouwen, productielijnen, ICT. Maar ook 3 op de 10 ondernemingen geeft aan daar de werkstelling aan te koppelen. Wat betekent dat er jobs gaan bijkomen. Verwachten dat ondernemers in elke gemeente en in elke stad een goede ondersteuning krijgen en een goede service. Veertiende Unizo Livia Award. Is mevrouw Sandra de Rave van Encom Ingenieursbureau. Charlie Martens won de Hipster Award uitgereikt door Unizo. Dat betekent dus dat hij zich het ambachtelijke maakbedrijf van het jaar mag noemen. We hebben net 1 jaar achter de rug. Dat was een heel zwaar jaar. We hebben heel hard gewerkt. En om dan die erkenning te krijgen, dat is voor ons echt zot.